Hallo. Hey. Wie ben jij? Ik ben een octopus. En wie ben jij? Ik ben Ruth. Ik ben de juf van toneel en woord aan de Academie van Borgerhout. Hmm. Wat doe jij hier? Wel, ik wacht op mijn vrienden, Merel en Mus. Oh, dat rijmt. Mus, octopus. Ik hou wel van rijmen. Ja, ik ook. Een Merel en een Mus zaten samen op de bus. De Mus vloot naar de Merel en gaf hem een kus. En toen kwam er een cactus en die zwaaide naar zijn zus. Nee, zo gaat het liedje niet. Nee, zo gaat het liedje niet. Je moet niet boos worden. Wat is boos? Boos, dat is een emotie. Of ook een gevoel dat je hebt als de dingen niet gaan zoals je wil. Ik kan heel goed doen alsof ik boos word. Iemand die boos is, die maakt zich groot en die trekt zo van die gekke gezichten. Doen jullie mee? Kan jij nog emoties nadoen? Ja, natuurlijk. Laten we beginnen met blij. En nu bang. En nu verdrietig. Ik ben een beetje verdrietig, omdat Merel en Mus er nog niet zijn. Een Merel en een Mus zaten samen op de bus. Ze gingen op bezoek bij de octopus. Ze zaten poot in poot en de Merel werd wat groot. Hij deelde met de Mus zijn laatste kruimen brood. Misschien hebben Merel en Mus de bus wel gemist. De bus! Merel en Mus, tot in de academie. Thank you.